Afgelopen zaterdag 10 januari werden moslims in Nederland en Duitsland massaal via de e-mail en sms aangezet om vooral geen boodschappen te gaan doen bij de Aldi en de Lidl, omdat de omzet van die dag naar Israël zou gaan. Maar wat ik vooral wil weten, wat vinden de vaste bezoekers van de Aldi en de Lidl van dit smsje? Ik heb hem ontvangen, ik heb hem gelezen. Ik heb er verder niks mee gedaan eigenlijk. Hij moet onpartijdig blijven, zeker in dat soort gevallen. Ik lieg eigenlijk. Ik heb hem wel doorgestuurd, één keer. Naar een vriend van me. Ik heb naar mijn moeder doorgestuurd, die boodschap ging doen op zaterdag. Waarom moet dat hier? Ga vechten als je commentaar hebt. Dus zo'n supermarktboycott heeft helemaal geen zin? Nee, dat vind ik echt belachelijk. Hou je zelf bezig met de oorlog in de Gaza? Ja, ik was vanmorgen nog aan het kijken. Het zijn toch moslimbroeders die daar worden afgeslacht en de hele wereld kijkt toe. Wat vinden jullie eigenlijk van dat het dus niet waar is, maar dat het wel wordt geloofd en wordt doorgestuurd? Dat is een beetje eng. Vind je het niet soms belangrijk om te checken waar het vandaan komt? Of het wel of echt of niet echt is? Nou, maar waarom kwam het dan op het nieuws? Omdat... Ja, misschien is het wel een stunt van de Albert Heijn. Er was wel klanten die echt zeiden, is dat waar? En dan legden ze alle spullen terug, terwijl het niet zo was. Oh, die stopte gewoon acuut met boodschappen doen. Echt? Ja, dat was echt waar. Ik vind het raar dat ze zoiets verspreiden. Ja. En hou je zelf bezig met zeg maar de oorlog in de Gaza? Nee, niet echt. Hou ik me niet bezig, nee. Want als je je daarmee bezig gaat houden, ga je verdiepen in ja, te veel narigheid, vind ik. En dan ga je jezelf ook depressief voelen en nee. Al Jazeera kijk ik altijd, elke dag. Want je ziet, ja, het is wel erg om dat te zien, maar je wil kijken wanneer het gaat stoppen. Ik geloof in God, weet je. Er is maar één God. En God die voelt met ons allemaal mee en die ziet ook alles, weet je. Het is gewoon, ja, ik zie alles is een beproeving. Ook voor de moslimlanden, ook voor andere landen, weet je. Ik bedoel, iedereen moet gewoon lekker samenleven en er moet gewoon vrede zijn. Nou, ik vind het een mooie afsluiten. Dankjewel, ja? Gaan we snel naar je auto. Nu.